In de zomervakantie houdt de Blauwe Bever speciale kindervaarten. Ikson ging woensdag mee met professor Speurneus. Tijdens deze vaart gingen kinderen op zoek naar de geheimen en schatten van de natuur. Dit is een speciale vaart voor kinderen, waarbij we kinderen leren hoe je moet onderzoeken. Dus je verzamelt dingen in de natuur en je probeert uit te leggen waar ze op moeten letten en je leert ze details te zien. En dat niet alleen, ze maken ook een soort reis. Met wie gaan ze mee? Ja, ze gaan natuurlijk met elkaar, met de bemanning, de bemensing, hoe je dat noemen wil. Van Renen zijn we gevaren naar de Wageningen, de Wageningse Bovenwaard. En we hadden hier 4 gidsen. En die hebben allemaal een aantal kinderen meegenomen om dingen in het veld te laten zien. Oké, en die 4 gidsen, wat voor mensen zijn dat? Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Die hebben verschillende achtergronden. Sommigen komen uit het onderwijs. Zijn allemaal gepensioneerden natuurlijk. Ik zelf ook uit het onderwijs en later als vrijwilliger van Staatsbosbeheer, als ecoloog. En dan kan je toch dingen duidelijk maken. En aan mensen hoe de natuur in elkaar steekt. Kinderen zijn vaak heel verwonderd over het mooiste wat ze zien. En dat probeer je te duiden wat het betekent. En jullie vertellen niet alleen over de natuur op het land, maar jullie vertellen ook tijdens de reis dingen. Ja, ook bijvoorbeeld hoe je markeringen van de rivier, hoe de betekenis van de rivier voor de waterhuishouding van Nederland. Al dat soort details probeer te vertellen, maar weer niet zo diepgaand dat het voor kinderen te moeilijk wordt. Je moet het natuurlijk wel aanpassen aan het niveau van de kinderen. Het is een kindervaart. Dus je probeert het simpel te houden, dingen eenvoudig te vertellen. Ja, dit vaart heeft een thema. Ze gaan mee met een... De vaart heet Professor Speurneus, dus het is om te leren hoe je speurt, hoe je onderzoekt, hoe je dingen kan bekijken. Ja, dat is eigenlijk wat we in het veld doen. Ja, en dit is gewoon een activiteit waarvoor mensen zich aan kunnen melden. Ja. We hebben 2 soorten kindervaarten en dit is de ene. En de andere, dat is een piratenvaart, dat is ook speciaal voor kinderen. En dan mogen ze verkleed als piraat komen en vinden ze ook allemaal heel prachtig. Maar dit is echt heeft een veel educatiever doel. En wat is nou het mooiste wat je aan de kinderen kan vertellen? Oef, dat is een hele moeilijke vraag. Het is een beetje per kind verschillend. Sommige kinderen hebben van huis uit al heel veel dingen geleerd. En weten al veel. En dan is het is het gewoon leuk met ze om het veld in te gaan. En je geeft ze ook een verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld zo klein als ze zijn ook leiding te geven over bijvoorbeeld wat ze gevonden hebben. Ze hebben een schatkistje en er zijn al kinderen bij die dat heel goed kunnen vertellen wat ze allemaal hebben gevonden en waarom ze het hebben gevonden en wat ze daar leuk aan vinden. Dat is natuurlijk aardig, want het zijn eigenlijk juffies, juffrouwen of meesters in de dop, zo klein als ze zijn. Dat is echt heel leuk. Wat heb je gedaan zojuist? Nou, we kregen eierendozen en daar konden we leuke dingen in doen. Bijvoorbeeld stenen, veren, krabbenpootjes en zo. Waarom verzamel jij die dan? Omdat het gewoon leuk is en we moeten ook goed voor de natuur zorgen. Bijen kunnen heel veel betekenen, want zonder bijen hadden we niet veel fruit. En wat heb je allemaal verzameld? Veren. Ik heb een krabbenschildje. Hoe kom jij nou aan een krab? Die leven toch in de zee? Ja, want we lopen daar langs een gebied met water. Want ik had dus een krabbenpotje ook gevonden. En die ging ook open. Wat spannend. Nadat iedereen zijn schatten gevonden heeft, is het weer tijd om terug te varen.